Nog geen week na de bemoedigende berichten over de gezondheid van de Noorse koning Harold, 87, verkeert hij opnieuw in zorgwekkende toestand. Volgens Reuters is de vorst na zijn ziekenhuisverblijf in Maleisië opnieuw opgenomen, ditmaal in het universitaire ziekenhuis in Oslo. Recentelijk werd onthuld dat koning Harold, die al geruime tijd met gezondheidsproblemen kampt, tijdens zijn vakantie in Maleisië getroffen is door een infectie. Zijn toestand was dusdanig ernstig dat hij opgenomen moest worden in het plaatselijke ziekenhuis. De Noorse monarch, eerder geopereerd aan zijn hart, kreeg afgelopen zaterdag zelfs een tijdelijke pacemaker. Hoewel zijn zoon Hakon optimistisch leek over de verbetering van Harold's gezondheid, blijkt nu dat de oudste monarch van Europa nog steeds niet hersteld is. Koning Harold zal de komende dagen in het ziekenhuis in Oslo verblijven voor verdere behandeling en rust. In de tussentijd neemt Kroonprins Hakon de verantwoordelijkheden van zijn vader waar. Harold's gezondheidsproblemen spelen al maanden op. Naast de eerder genoemde hartoperatie en recente infectie, had hij in februari te kampen met een luchtweginfectie. Bovendien maakt hij gebruik van wandelstokken, wat wijst op de fysieke uitdagingen waarmee de koning geconfronteerd wordt. Ondertussen zijn er ook zorgen in het Britse koningshuis omtrent de gezondheid van koning Charles. Deze zorgelijke ontwikkelingen benadrukken de fragiliteit van de gezondheid van prominente royals en werpen vragen op over de toekomst van het Europese koningschap in een tijdperk van toenemende medische uitdagingen.